De laatste schoonmaakhandelingen werden nog verricht toen wethouder Annelies Visser binnenkwam om Zwembad De Lubbert na een renovatie weer te openen. Het gebouw is van 1976. Dat de bestaande vloer eigenlijk versleten was. De voegen waren poreus. Wat eigenlijk inhoudt, het voldoet die eigenlijk niet meer aan de veiligheidsnorm. Vandaar dat het ook besloten is inderdaad om hier echt een injectie te geven om de vloer weer echt van deze tijd te maken. Nou, het resultaat mag er wezen. Dus echt een, we zijn weer teruggegaan naar de basis. Een beetje weer terug naar het steen. En van daaruit weer in laagjes opbouwen met primers, met lakken, met flakes. Hoe ze dat dan mooi noemen. Met de kleuren die erin gebracht worden. Laklaag en weer een laklaag. En uiteindelijk krijg je een hartstikke mooie afgewerkte vloer. Echt specifiek voor het zwembad. Die voldoet aan de kwalificaties die het behoort te hebben. Het waterniveauregelsysteem hebben we ook gelijk aangepakt. Er zit ook een nieuw regelsysteem in. Dus we kunnen eventjes vooruit. Alleen dat corona hebben we natuurlijk nog wat mee te maken. Dus alleen als gebruik gemaakt wordt van de horeca in dit geval, dan moet je een QR-code laten zien. Maar alles wat erin en eruit loopt, dat hoeft dat niet. Nee. En het resultaat mag te wezen. Daar ben ik wat trots op. Ook trots op het team. Op beide teams. Van de buitendienst, maar ook van Team Sport. Schouders eronder. Top team. Applaus voor jullie allemaal.